De duivel met de drie gouden haren. Er was eens een koning en die was een echte booswicht. Zijn dochter was een beeldschoon meisje. Op een dag trouwde ze met de zoon van een arme vrouw. Er werd een groot bal gegeven aan het hof. Die koning kijkt helemaal niet gelukkig, collega Horveling. De prinses wel en de brave moeder. Ja, ze zijn dol op elkaar, maar men zacht. Ja. Men fluistert. Men fluistert dat de prinses is getrouwd met de zoon van een arme vrouw. Oh, ja, dat is toch niet zo ongebruikelijk meer in deze woelige dagen? Nee, dat is waar, maar ja, dat trouwt maar tegenwoordig stand of niet. Bovendien heb ik gehoord dat die zoon van een arme vrouw met de helm is gebeurd. Dat is toch wel iets bijzonders. Oh. Moet de koning toch wel aanspreken? Hè? Ja, dat kan je nou wel zeggen, maar men fluistert. Men fluistert? Dat de prinses is getrouwd met die zoon van een arme vrouw tegen de zin van de koning. Maar de koning laat toch maar een hofbal geven. Ja, maar morgen moet die zoon van een arme vrouw op reis. Op bevel van de koning? Precies, en hij heeft een belangrijke opdracht meegekregen. Wat moet hij doen? Hij moet naar de duivel lopen. Dat is ontzettend. Ja, en daar blijft het niet bij. Zijn opdracht is om de duivel drie gouden haren uit zijn hoofd te trekken. Dat zal geen koud kunstje zijn. Zeg dat wel, zegt. De duivel zal wit heet worden als de zoon van een arme vrouw hem aan de haren trekt. Dat is zeker de bedoeling van de koning. Dat is goed geraden, goed geraden. Hij hoopt dat de duivel zijn schoonzoon te pakken neemt. Kom, ik ga nog een dansje maken voor het te laat is. Vol moed trok de zoon van een arme vrouw erop uit, op weg naar de duivel. Onderweg passeerde hij een grote stad. De wachter bij de poort hield hem tegen. Wat zoek je, vreemdeling? Ik wou hier overnachten. Oh, dat kan. Maar dan moet je de stad wel een dienst bewijzen. Zeg maar wat ik moet doen. Uit de fontein op de markt kwam altijd heerlijke wijn. Dat klinkt goed. Nou, niet meer dan? Nee, geen druppel meer, zelfs geen water. Nou moet jij ons stedelingen eens vertellen hoe dat komt. Nou, ik zal erover nadenken, maar laat me eerst hier slapen. Als ik van mijn reis terugkeer, dan zal ik het zeggen. Goed, ik zal de poort voor je open doen. De zoon van een arme vrouw sliep heerlijk en ging de volgende dag vrolijk op pad. Hij kwam tegen de avond weer bij een stad. Ook daar stond een wachter bij de poort. Kan ik slapen in de herberg hier, poortwachter? Dat kan, maar dan moet je de stad wel van dienst zijn. Zeg maar wat je van me wilt. Midden in de stad staat een boom. Die droeg altijd gouden appels. Doet hij dat dan niet meer? Nog geen zuur appeltje. Zelfs de bladeren zijn verdard. Nou, dat is niet zo mooi. Dat zou ik ook zeggen. Jij moet ons maar eens vertellen hoe dat komt. Nou, als het anders niet is. Ik zal het antwoord geven, maar ik moet er wel een paar nachtjes over slapen. Als ik terugkom van mijn reis, zal ik het vertellen. Goed dan. Ik zal de poort voor je openen. Ook nu genoot de zoon van een arme vrouw van een ongestoorde nachtrust. De volgende ochtend trok hij verder. Maar plotseling stond hij voor een groot water. Huh? Er zal hier toch wel een veerman zijn? Die verbindingen tegenwoordig. Oh, daar zie ik een pontje. Dag, veerman. Kun je me overzetten? Dat kan ik. Wat kost dat? Je hoeft me alleen maar het antwoord te geven op de vraag die me kwelt. Welke vraag dan?
waarom ik nooit word afgelost. Ik moet hier maar heen en weer varen. Ik wil ook wel eens wat anders. Ja, dat kan ik me begrijpen. Weet je wat? Ik zal je het antwoord geven als ik terugkom. Goed. En als je het niet doet, laat ik je staan. Nou, maar wees niet ongerust. Ik ben slim en handig, want ik ben met de helm geboren. Nadat de zoon van een arme vrouw was overgezet, ging hij verder. En kort voor de nacht viel, vond hij de ingang van de hel, waar de duivel woonde. Een zwart geblakerd hol en alles vol roet. Is daar iemand? Is de duivel thuis? Nee, mijn zoon is niet thuis. Wie bent u? Ik ben de moeder van de duivel. Ja, oh, dan wordt hier flink gestookt, zeker. Ja, daar hou ik mijn zoon zo van. Het kan hem niet helemaal zijn in de huis. Ja, nou ja, ieder zijn meug. Maar wat kon ik doen? De zoon vertelde het doel van zijn reis. Nou, dat mag niet meevallen. Die houdt hier liggen. Kunt u me helpen? Ik zal het wel weer. Maar ik zal beginnen in een flow om te toveren. Voor u dat doet, ik wou ook graag het antwoord op 3 vragen hebben. De zoon van een arme vrouw had nog juist tijd om zijn vragen uit te leggen aan de moeder van de duivel. Toen toverde ze hem om in een flow. Ja, in een plooi van uw rok. Net op tijd. Daar heb je uw zoon. Ging de duivel slapen. Toen hij goed in slaap was, ging de moeder naar hem toe en trok hem een gouden haar uit zijn hoofd. Maar wat? Nee, jongen, ik droomde en vroeg toen de vroeger op je hoofd. Wat droomde je dan? Ik droomde over een fontein die mij schoot. Maar die fontein hield mij op. Zelfs geen water kwam er meer uit. Dat komt omdat er een pad onder een steen bij de fontein zit. Als je die pad weghaalt, gaat de fontein weer spuiten. Ik ga maar weer slapen. Opnieuw trok de moeder de duivel een gouden haar uit zijn hoofd. Wat is er nu weer? Nee, jongen, ik was eerst aan het dromen. Nu van de boom waaraan oude appels kwamen. Maar nu groeit er alleen nog maar 1 zuur appeltje. Hoe komt dat nou? Als het anders niet is. Een kracht, een muis aan de wortels. Als je die wegjaagt, dan gaat de boom vanzelf weer een gouden appel schieten.
Voor de derde maal trok de moeder een gouden haar uit het hoofd van de duivel. Grond! Met de drie gouden haren en de antwoorden trok de zoon terug. De fontein spoot weer wijn, de boom gaf weer gouden appels. En de veerman wachtte op iemand aan wie hij het roer kon overgeven. Zo, schoonzoon van me. Heb je de duivel kunnen vinden? Maar natuurlijk, schoonpapa. Hier zijn de drie gouden haren. Allemachtig. Heeft de duivel nog meer gouden haren? In zijn woning ligt het goud voor het oprapen. Gaat u maar eens kijken. Ja, maar dat zal ik zeker doen. Hoe kom ik er? Nou, u moet eerst over een water varen. De veerman staat al klaar. De zoon legde de koning uit hoe hij de woning van de duivel moest zoeken. Spoedig vertrok de koning. En snel vond hij het water waar de veerman al stond te wachten. Dag veerman, kun je me overzetten? Geef maar over, het roer. De veerman gaf het roer over en holde snel weg. De koning was toen gedwongen de taak van de veerman over te nemen. Zo werd hij gestraft voor zijn boze streek. En de zoon van de arme vrouw leefde lang en gelukkig met zijn prinses.